kanovaarder heeft meestal alles zelf. Hij heeft zijn thermosfles koffie bij zich, zijn boterhammetje en geen kantine, dus ook geen zorgen. Ik ben Saskia van den Kam en wat ik hier doe, ik woon hier met Han Hartner en met twee kinderen, maar die zijn inmiddels groot geworden. En woon je hier al lang? Ja, ik denk het wel, 25 jaar. Nee, dat heeft een lange geschiedenis, want eigenlijk heel in het begin, eind 70 jaar, begin 80 jaar had je de kraakbeweging. Mm-hmm. En dat is een groep jongeren die heel erg bezorgd was over woonruimtes, maar ook idealen had van met groepen wonen en woon-werkeenheden. En die groep jongeren zaten wel in allerlei kraakpanden, maar men was zich wel van bewust dat daar ook wel weer een einde aan zou kunnen komen. Dus we zochten wel iets permanenters. En toen was het oog gevallen op deze steenfabriek die helemaal aan het vervallen was. Je kwam hier en je dacht, oh leuk, dat gaan we doen. Van wie was het? Het was van de gemeente en het was wel een beetje, oh leuk, dat gaan we doen. Mm-hmm. En toen zijn we met een groep, één dagdeel of één dag in de week, in ieder geval het gebouw wind- en regenvrij te maken. Klussen in de uiterwaarden, een reportage over de steenfabrieken. De steenfabrieken zullen ook in de toekomst een karakteristiek beeld in de Wageningse uiterwaarden blijven. Zowel rondom de steenfabriek de Plassenwaard als rondom de steenfabriek de Bovense Polder is een groep ontstaan die plannen heeft gemaakt voor het behoud en hergebruik. De Bovense Polder blijft ook behouden. Hier is men al met de verbouw begonnen. Wij hebben de steenfabriek nog niet aangekocht. We hebben een gebruikerscontract van domeinen gekregen. En als we kunnen laten zien dat we de steenfabriek kunnen beheren en wat kunnen opknappen, dan kunnen we hem per 1 januari van 1988 voor 1 gulden kopen. Ik en wij zijn een groep kunstenaars en architecten, hoe je het ook noemen wilt, die dan hier atelierruimtes wil gaan maken. Nou, het is ook de bedoeling dat een vierde inkomt. En dat is een open ruimte die van het dak tot aan de begane grond loopt. En dat daar dan ook toiletten en een keuken komt daar. En hoe denken jullie dit allemaal te gaan realiseren? De hele verbouwing? Met de hand. Ja. Veel pijn en moeite. En, nou. Die plannen werden ook gesmeed met een architect, Pieter Rosa. En we hadden inmiddels ook een vereniging opgericht, dus we hadden wel een aanspreekpunt-achtig iets. Maar uiteindelijk moet er dan wel iets anders gebeuren. En de architect had daar ideeën over, maar dat kost allemaal geld. Mm-hmm. En dan heb je een groep jongere krakers die hadden geld nodig. Dus hup naar de bank met je Hanekam, zonder wonen, verblijfplaats of een vast aantoonbaar inkomen. Ja. Dus daar gingen de banken niet in mee. Mm-hmm. En de tijd van de jongere bewegingen, de krakers die alles in zelfwerkzaamheid doen, die was ook een beetje voorbij. Dus toen hebben we de koppen bij elkaar gestoken. Of we daar niet met twee gezinnen wat van konden maken. Maar we hadden nog één hurdle to take. Dat is natuurlijk de voormalige jongere kraakbeweging. Die het ook eigenlijk een beetje oonden. Hebben we gezegd wat we van plan waren. Maar of mensen bezwaar hadden of andere plannen hadden. Of ze dat dan kenbaar willen maken. En dan gaven ze, ik weet niet, gaven 2 of 3 maanden. Mm-hmm. Maar daar kwam niks uit. Het is wel geprobeerd, maar er kwam niks uit. Dus toen kregen we eigenlijk het fiat om ermee door te gaan. Okay. Dit is echt breken, hè? Ja. Maar woensdag, het is nou vandaag vrijdag. Woensdag komt de aannemer en dan gaat het echt beginnen. Dit is pure voorbereiding met een hoop vrijwilligers. Vandaag 20, morgen 40. En dan
Het grote voordeel van deze actie is dat we flinke duit geld besparen ermee. Ja, gooi anders nog maar even door gewoon, want daarnaast ligt dat ruimen later wel op. En zelfs het afvoeren van de gebroken pannen is min of meer geautomatiseerd. Het is perfect. Ja. Het is alleen jammer dat die leuze zich niet houdt aan de tijden die we hebben afgesproken van die container. Dat is jammer. Ik ga het niet overheen hoor, dat balkje. Oké, dit zijn de ovens. In elke oven liggen ongeveer 15 kano's. En we hebben een totaal opslagcapaciteit van 75 ongeveer. Oh ja. Hoeveel kano's heeft u gezegd? 75 hebben we er ongeveer liggen. Toen wij hier in de begin jaren 88 kwamen, toen was er boven helemaal nog niks. Er was alleen een plan van de stichting tot behoud van de steenfabriek Bovensterpolder om het allemaal te gaan opknappen. En toen zijn wij begonnen, dus je kan ook eigenlijk zien in de andere ovens hiernaast. Die zijn niet zo mooi afgewerkt. Dit is een oven die is al door boei afgewerkt. Hè. Die ziet er gewoon wat netter uit. Maar ja, wij zaten daar al voordat er eigenlijk überhaupt één steen hier gemetseld werd eigenlijk. 21 juni 1988. Toen hadden we hierboven de oprichtingsvergadering. Gewoon op een zandvlakte met stoeltjes. Je keek tussen de pannen door naar buiten. En tijdens die oprichtingsvergadering een enorm gejuich uit Wageningen. Het was echt een golf van geluid die over ons heen kwam. En toen bleek dus dat Nederland met 2-1 gewonnen had van Duitsland bij het Europese kampioenschap. Nog voor boei was het een beetje rommelig. Er zaten ook nog scouts in een oven. En heel langzaam zijn wij uitgebreid. En toen boei kwam zijn we helemaal gelegaliseerd eigenlijk. En we betalen de huur van een garagebox in Wageningen eigenlijk per oven. En toen deden we dus heel veel zelf eigenlijk. Het was ook zo dat er een verplichte werkdag was, dat we dus ook aan de schil van het gebouw moesten werken. Dus we hebben de dakkapellen getimmerd, de dakkapellen geteerd, pannen gelegd en allerlei zaken. Alleen, er zat geen echte voortgang in eigenlijk in het gebeuren. Ja, dan zag je wel eens zo iemand en die had een mooi plan om een lichtstraat te maken boven over de hele kap heen. En dan werd er een technische school uit het zuiden van het land ingehuurd en die ging aan de gang. En er werd getimmerd en er wat gedaan. Alleen wij zagen het directe nut niet omdat er ook geen resultaat te zien was eigenlijk. Dus wij zeiden heel vaak, het zijn de gekken van boven, die doen wat. En toen het dus overging naar boei, toen kwam er echt structuur in het geheel. En toen werd alles begeleid op een betere manier. En ja, kon je op een gegeven moment zien dat er echt vooruitgang was. En dat de steenfabriek behouden is voor het nageslacht. En dat wij als kanoclub daar een onderdeeltje van mogen zijn, dat vinden we prachtig. De krakers, oh, ja. Dat was ook nog iets. Dat heb je, daar stond de caravan achter en daar zat dus een kraker zat daarin. Ook een geweldige vent. En die was gewoon leuk, maar die had niks met ons te maken eigenlijk. Tot nu toe bewust voor gekozen voor geen kantine, geen faciliteiten. En we hebben boven beschikking over een toilet en over een douche als het nodig is. En dat is eigenlijk precies voor een kanovaarder voldoende. Die regelt meestal zijn zaakjes zelf. Heeft alles bij zich, schone kleren, koffie, eten. En dan kan je een heel eind komen. Ja, klinkt een beetje als een levensles. Ziet u het ook zo? Nou, het is, als je je autosleuteltjes thuis kan laten, is het gewoon heerlijk als je op het water bent. En je hoeft nergens aan te denken. Alleen ja, je moet altijd weer een keer naar huis. Ja, nou ja, we hadden zeer recentelijk natuurlijk de energiecrisis, of crisis, de onzekerheid qua prijzen. Dus dat hou je enorm in de gaten, probeert een oplossing voor te verzinnen. Als er een lek is ergens, dan ga ik het dak op. Nee, we hebben last van marters, dus ik heb een marterdeskundige ingeschakeld. De stoelen staan in de uiterwaarden. Ja, de studenten moeten ook ergens op zitten natuurlijk. Ja. Ja, nou, het is echt wel wekelijks een rondje steenfabriek en alles weer fatsoeneren enzovoort. Maar vind je het ook leuk nog steeds?
Ja, zeker. Want blijf je hier tot je eind? Nou, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Want nee, daar valt niks van te zeggen. Nou, ik blijf wel, maar... Mm-hmm. Voorlopig nog wel even. Ja. Ja. In het begin, als je jong bent en je werkt hard en je hebt kinderen en dan heb je ook nog on top of it de steenfabriek. Mm-hmm. Dan word je wel eens moe van alle aanlopen en dingen die gebeuren en dan met scouting en overleg en staatsbosbeheer en noem maar op. Mm-hmm. Er gebeurt hier zoveel op een rij. Maar nu denk je leuk. Ja. Steenfabriek is eigenlijk je wordt leven. Dover om mee te beginnen. Je hoort het allemaal niet meer. Maar het is ook van die reuring, dat is eigenlijk wel fantastisch. Ja. Dat houdt je fris en vrolijk. Ja, dat...